Iedereen is bezig om zijn apparatuur te testen voor morgen. Om morgen niet al te grote verrassingen te krijgen. Zo, niet andersom. De zon is al mooi in beeld. Even de camera setup testen. Het is nu 2:32. Kan ik even duren. De rij bij de souvenirwinkel. Die hebben ze een beetje kleinschalig ingezet. Ningalo Eclipse Merchandise. Jouw wadde. Een rij van hier tot in Tokio. Ongelooflijk. Het is nu 10 uur, nog 5 minuten voor eerste contact. We kunnen een keer zien hoe snel dat de zon voor de lens wegdraait. Nog 4 minuten. Wie roept er het eerst? Ja, ze gaan het tijdens de eclipse. Ja, maar het kan zijn dat ze zelf ook aan het kijken zijn. Volgens mij, door zo sterk in te zoomen, zal het maar 5 minuten zijn dat ik schermtijd heb. Niet aan te doen. 2 minuten? Ik ga een keer met mijn eigen eclipsebrilletje kijken. From this point onwards, you need to wear your glasses. Ja, in this bit. So from 10 until 11:29, you need your glasses to look. Een balkje. Een balkje. And then 13:02, it's all over. 1 minuut 7, zegt Thierry. 1 minuut 2. De seconden tikken weg. 45 seconden. Ah, nu zie je juist die brilken af. Ik wil erop met mijn brilken opstaan. Is dat getrokken? Ja. 30. Eerste contact, bijna. 11 uur. 11 uur. Linksboven, hè. 5, 4, 3, 2, 1, start. Volgens Thierry is nu eerste contact. Ik zie nog niks. Geduld, geduld. 12 uur. Ja, ja, ja. First contact has happened. You missed that part. Eerste contact. Dus eerste contact. Helemaal bovenaan de zon. Now the professional equipment is coming. Channel 9. Of nee, channel 7, sorry. Eerste contact. Helemaal bovenaan de zon. 12 uur. Ik ga om de 5 minuten mijn camera moeten verzetten, denk ik. Helemaal boven. Very beautiful. The hind leg won't work. Oh, I know. I've had to replace more parts on this drive. Too bad. Time to adjust the camera. Hier nauwelijks statieven. Hier staan de amateurs. Schiet het een beetje op? Ja, we zijn de laatste niet meer, hè? We beginnen niet aan. Nee, ik heb niks vergelijken met een totale eclipse, maar soms worden de vormingen onderschat. Eerste contact is begonnen. Nu is het dus een uur aftellen naar totaliteit. Nee, maar toen met de partiëlen in België was dat toch ook op een bepaald moment dat het zo precies een duiveltje was? Dat die horentjes van de zon zo op tijd. Nu heb ik ook de digitale zoom actief gelaten. Direct Jean-Marie's beeld. Hier nog altijd omgegaan. Excuse me, is this camera for some of you? Because someone did stop by and kind of fiddled with things. Where are you from? Peter, California. Mark from Belgium. Ik geloof dat die hier aan het sukkelen is, die is ook van Californië. Said you want to go see an eclipse? I said yeah. Tent nummer 1, helemaal gereserveerd voor Astro Trails met duidelijke aanduiding. De Astro Trail tent. De zon verdwijnt sneller het beeld dan je denkt. Ja, echt. Eentje met en eentje zonder of veel? Nee, allebei. Wil je proberen? Gewoon, het is een eclipse kijker. Je moet hem misschien een beetje scherp stellen nog. Dat is niet zo gemakkelijk. Je moet het een beetje draaien totdat je dus 3 zonnen hebt, maar 1. Gaan we even proberen. Het is een witte zon. Ja, maar je ziet wel de zonnevlekken. Als je 2 ziet, dan moet je de beide kanten een beetje naar elkaar bewegen. Nu heb ik hem inderdaad mooi in beeld. Is dat een 8x32 of zoiets? Lunt, ja. En ik heb expres een kleur genomen dat je niet per ongeluk als het zwart is. Van pas op, het is geen gewone werkkijk. Ja. Het wordt tijd voor de volgende beweging. 1800 slechts in plaats van 3000. Er is plaats zat. 5 cameras in total. Nog niet te veel bordjes sold out. Net één neergelegd, maar ik weet niet waarvan. Volgende sessie, zon gaat redelijk recht naar boven. Beautiful, tripods. Hoi, I got it. Ja. Je moet echt wel even zeuken, zo niet de zon door. Is dat Hilde met de smartphone hier? Dan heeft zich even onzichtbaar. Selfie stick, dan zit je zeker niet voor de lens met je handen. Maar in feite kunnen dat toch ook bij eclipsebrillen voor houden? Ja, dat kan, hè. Maar dat is zo onhandig. Als de totaliteit is, zie je het wel. Het is moeilijk om en de horizon en de zon tegelijkertijd. Dat gaat hier bijna niet lukken. Totaliteit, zeg, hadden we daar gewoon geen problemen. Jean-Marie heeft al zo veel stoelen gezet. Helpt niet, ze komen er nog tussendoor. Thierry heeft ook de stoelenbescherming geprobeerd. Moet zwart in het midden of is dat niet anders? Zwart in het midden, dat geeft gewoon symmetrie. En wat hebben we? Godkind. Helemaal on brand. Volgende sessie. Kunnen we dit al 10% noemen? Maar dat is het voordeel van een hoogstatief. Als ze daarvoor lopen, je blijft de zon in beeld houden. Die stolen staan, dat je er natuurlijk veel loopt. Hij heeft het minder hoog gezet voor de stabiliteit. Ja, ik zat ook wel in de gevaren zone. Dat is nog waar. Dan wordt het een beetje kouder en dan kun je een beetje windeffect krijgen. Almost ready. I can't keep it pointed this high where it is. I'd have to tape it to all hell.
It's not the right equipment. De tijden van de schooluniformen. Nooit gekend. Het graf van Turnhout was er bekend om. We waren gezond. Maar uiteindelijk mochten we dan toch een broek aandoen. Daar zit dan een viergangen menu in. If nothing works, duct tape. Tijd om nog eens de camera te verzetten. Ja, je hebt die. Ah, er zijn verschillende modellen. En een pin. En de donkere. Maar met de landkaart, ja, dat is mooi. En we zijn weer aan het rollen, 20%. Hey, hier mijn camera. Zet er iets voor speciaal voor. Mijn statief is hoog genoeg, ik heb daar persoonlijk geen last van. Achter de vlag, achterdoor, dan ben je zeker dat je niemands camera stoort. Mark, alles naar wens hieren. Er is minder volk dan oorspronkelijk verwacht. Lage statieven zijn een probleem. If your phone has multiple lenses, that is getting complicated. Nu staat er wel heel veel volk. Ja, die kijker trekt wel aandacht. Naderen we 30%. Hoe dikwijls moet jij bijrichten? Motor? Ja. Ah, die is automatisch. Welk merkmodel en waar is dat te koop? Ioptron. En het koopt 600. Hoeveel kilo? 3 kilo. Channel 10. De vlag was losgekomen. De Brazilian presentation. Yeah. Are you exercising for next year? Or for this year, I mean? Eh? Yeah. Because there's an annual in Brazil, I believe. Yes? Yeah. You will be seeing that as well? Not us, but our friends. We zijn terug vertrokken. Is dat liggende schaduwen? Instrument. Dat is niet gemakkelijk. Can you make the cue a little bit not too close to my tripod? Which concert did you see of those? Fleetwood Mac in Perth. But I see that Belgium and Holland is on it as well. Have you just come over for this? For the eclipse, yes. Uranium. Yeah, that's our flag. It's in Belgium. We travel for 2 weeks in Australia. Where have you been? We started in Perth and we go all the way to Broome. Oh, then come back again. Maybe 2028. Ik was het vergeten. Wat vergeten? In de beste kamer stand. Jean-Marie. Ik zie dat de zon nu al iets meer horizontaal begint te bewegen en minder verticaal. De catering voor de lunchbox. We gaan hem nu al afhalen. Is dat een Colorado-kijker of zoiets? Is het zo'n raar model? Nee, het is gewoon een zonnekijker. Jerry zet zijn vliegende schaduwen cameraopstelling klaar. I'm just a continuous video and I have to adjust my camera to keep it following. And where are you from? Belgium. Follow it around the world? We try to. This is a hybrid one. A hybrid one means that it starts as an annular one, goes to totality and then goes back to annular one. You here long? We stay tomorrow for an excursion and then we travel on until Broome. You're from Australia? Yeah. And it's warmer than Belgium. Very. We zijn vertrokken van een 200ste en Focus 25. Volledig geblokkeerd op een vaste sluitersnelheid. Nu op involgende foto's maken, dat de Urania-vlag erop staat. Ook even naturel kijken. Het publiek denkt daar totaal niet aan. Hè? Volgt de camera mooi de zon? Ja, we hebben geen correctie te maken. So how's it going? I know, but he said they were there. Yeah, they're there. Yeah, they're... We zijn weer vertrokken voor 6 minuten. We zitten bijna aan de helft. Totaliteit hoop ik de zon in het midden te krijgen. Dan moet ik de filter hier wegschuiven. De belichting terug opnieuw goed zetten. Dat zal het moeilijkste zijn. Het is een film? Ja, dat is video. Ah ja. Het geluid, dat is het moeilijkste. Coucou. Bonjour micro. Gaat u last vast nog eens? Het is geleend met een NMBS. Zo ken ik nog iemand. Ja, dat heeft er wel zo ooit eens enige geprobeerd. If you make the cue more that way, then it's easier. If you can't see the shadow come rolling in, that is an incredible experience. Oh, yeah. What speed would that be? At 2000 kilometers an hour. It's not always in the middle of the sky. Sometimes in the morning, sometimes... Yeah, well, Easter Island, it was also very high in the sky. I have to adjust my camera. Don't. Nice banner. 6 minutes. His tripod is giving him a hard time. Derde foto, Mark. This big telescope is very popular. They're always queuing in front. Careful with the tripod. Hij geeft al aan dat er een onderbelichting is. Qua temperatuur voel ik meestal weinig. Dan voelt ze zo niet meer branden. Nu is het voor ons aangenaam. Want als je dus iets met kleine gaten zet, dan ziet je al het effect. Een fotootje van het kleine gaatje. Makkelijke effecten. Nou, mogen we dat weten. Channel 10 has moved on. We moeten de Urania vlag erbij pakken. Hoe laat is het eigenlijk al? 6:11. Do you know the times by heart? Somebody gave me times, but I don't trust them. 25 past the hour. Some of our group checked the site of Xavier, a very famous eclipse watcher. I met him a few times in Belgium. Fred Espenek is also famous. I met him in the Faroe Islands. Dat is binnen een goede calorie. Die is niet meer stijgen. Ze gaat nu bijna diagonaal door het beeld. Nicole, wit, zwart, wit. Zelfde tekening. Dankjewel, dames. Mijn eigen installatie en onze Urania site met onze gereserveerde stoelen. Dat is een goed idee van de organisatie.
De zon verdwijnt sneller het beeld dan je denkt. I hear it's 11:30. Time close. De gaatjes, ah mooi. Hij geeft al serieuze onderbelichting. Ik heb geen fotostand mee. Maar voor het diksel? Kun je nog volhouden? Nee, het is zwaar. Waarvoor dan de lunchbox dan niet? De lijn aan de shop wordt nu wel echt erg kort. Al die lage statieven, dat is moeilijk om te beveiligen. Ik wil daar toch nog eens gaan voorstaan. Een gewaarschuwd man. Weet, mis ik het? Is dat al van vanmorgen? Als je iets met gaatjes hebt. Je gaat er gewoon op staan. Als je zo in het midden staat, vind ik dat je het nog beter voelt. Het zonnebril-effect begint zijn werk te doen. Kleiner en kleiner en kleiner. Zo koud wordt het niet. Je bent gewapend. La Réunion, echt kaangeleerd. Die was winderig. In Amerika was het in feite, vond ik het ook fris. En het wordt hier zo koud. Ik ga mijn camera verzetten en naar de shop spurten, want er staat geen kat. Heb je weer speciaal nageltjes aan? Weet je dat niet? Koalakjes. Ah ja. Ik moest even langer nadenken. Smakelijk. Al de setting van het foto. Zaklam mee voor even aan. Ik wil je foto toestel ik in de lezen. Ik ga even naar de shop spurten tot ze biedt. En waren nog alle maten? Mijn maat was er nog. Ik heb ook dat model genomen met de kaart op de rug. Die zijn dikker, hè? Ja. Een klein verschil van stof. Dat is beter. Minder lawaai. Nog 7 minuten. Dan ga ik hem toch naar het midden mikken. Verwijderen van de filter en de belichting aanpassen. Hij geeft een serieuze onderbelichting. Vanaf wanneer mogen we beginnen roepen? Smaller, de smaller, de smal? Maar het wordt echt wel smaller. Dat is niet helemaal naar onder, maar een beetje aan de zijkant. Dat een diamant op 5 uur zal zitten. Je ziet dat de punten niet even hoog zijn nu. Hè? Overschuiven zo van de maan over de zon. We gaan nu een diamant op 4-5 uur krijgen. Nu begint het raar te worden. Het is 4 minuten. Geen Ethiopische toestand. Gaan we de camera centraliseren. Almost ready. Oh, oh, for what? Laatste fase, minder dan 4 minuten voor totaliteit. En dan wordt het de operatie met de filter. Ik ken er niks van. Met overschouw kan mijn camera gewoon blijven doordraaien. Diamant op 5 uur, denk ik. Time? Nog 10 minuten. Nog altijd? Dat kan niet. Nee. Maar het wordt wel al donkerder. Het is schaduw wel goed komen. Shadow, daar komt hij. Ja, de horizon wordt het al niks. Merkelijk, als ik 5 uur op een diamant zetten. Hier zijn het wel heel speciale kleuren. Goed, time. Verbaas me dat Jerry dat niet roept. Oh, dat is echt beautiful. De lucht ziet er al heel anders uit. Laatste. Kom terug bij mijn mond. Het gaat heel langzaam weg, dat laatste stuk. Het wordt donker. Je ziet al een planeet. Denk je dit? Denk je dit? Can be. Maar ik laat het kurten. Mijn statief is hoog genoeg, ik heb daar persoonlijk geen last van. Die grote blijft er wel belangstelling. Ongelooflijk. Dat is boven, hè? Ja? Links boven, dat is Mercurius, denk ik. Ja. En daar? Ja. Jupiter. Dat zal Jupiter zijn. Oh, er komt al terug diamant. 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 Te fel. Jerry zet zijn liggende schaduwen, cameraopstelling klaar. Is het al gedaan? Ja. I love it. Sunrise. Too quick. Je moet je vlieg voorbij. Dat is typisch. Totaliteit is voorbij. Het is ongelooflijk snel gegaan. Oh, fantastisch, hè? Oké, hoe mag je? Jupiter is nog altijd te zien. Hè? Linksboven was Jupiter. En echt een geweldig stervormige corona, nooit zo schoon gezien. Het was mooi. Maar dat er veel meer licht aan kan dan bijvoorbeeld als je na een langere. Het verschil in diameter zo klein. Ik heb zelfs vergeten met mijn verrekijker. Het was zo schoon. Merk, en je die niet schoon gefilmd is, kun je wel even naar buiten slapen. Ik ben blijven doorgaan tot een stuk in een diamant. De Venus was daar. I missed that one, I'll have to do it again. Jij voelde een diamant al aankomen. Ik deed mijn filter weg, het was dan overbelicht. En dat dan goed was. Eddie, was your reaction? Very impressive. Ja, hier staat de Urania-vlak mooi in beeld. En die dubbelloopskijker, de Q voor die grote telescopen, komt tot helemaal voor mij bij een statief. Niet te doen. Gelukkig staat de zon hoog. Ik ga mijn lunchbox een keer bekijken. We hebben bestek. Wat is dat allemaal, jongen? Kaas, saus, meat, patatten. Dank u.
Iets van vliegende schaduwen, denk je? Ik heb ze niet gezien, maar waar ze zijn. Oh, daar de vliegende schaduw, ik heb dat gekeken. Toch geen champagne. Normaal kan dat niet. Ik kan nog een paar minuten. Ja, mijn nieuwe leven. Niks, hè. Ik ben ook gaan aanschrijven. Ik heb dus de QR-code gefotografeerd. Je hebt dan onder, serieuze onderbelichting. Oh, je kent zo. Veel dingen gefilmd? Met videocamera, continu. En live goed genoten. Ja, ja. Dat was het. Dat was veel beter dan de ene pedicam. Ik ga nog door tot vierde contact. Daarom is het goed dat de lunch en mijn camera niet te ver uit elkaar zijn, want in Amerika was dat een probleem. Ik kwam aan de bus en al de picknick was op. Mijn thee. Maar het is ook wel lekker. Ik wist niet dat we zoveel water zouden krijgen. Dat is heel mooi. Popkut. Kort, ja. De langste mislukte, China. 7 minuten. En nu had je dus heel lang aan de linkerkant twee van die felle punten. En de diamant is net voordat hij helemaal... Maar ik ben toch blij dat ik hem vond. Ik had schrik dat de zon te hoog zou staan, maar blijkbaar viel het nog mee. Maar ik heb wel naar de horizon gekeken. Als je langer is, worden al die effecten wat sterker. Leuk, leuk, leuk. Ja. Er valt iets, een brilletje. Hij was uit beeld gegaan. Die is niet van ons. Ja, die is van ons. Gisteren werd mij zijn naam verteld. Can I get your reaction? It was exciting, beautiful. I'm loving your hair, by the way. Mark, what did you think of that? It was a very short one, very exciting one. Adjusting my camera took longer than I expected. Almost 30 seconds in totality. After that, I could start relaxing. But it was beautiful. I hope you've enjoyed your trip to Western Australia. Thank you. Die had me dan straks ook al geïnterviewd en nu even na de eclipse. Soms gaat het sneller. Dit ging traag naar mijn gevoel. Ik weet niet wat dit is. Wanneer hebben we die tapas? Morgenavond? Vanavond is het nog op buffet. Zeker, of laatste avondmaal. Het zou kunnen dat dit speciaals wordt vanavond. Tijd om de camera nog eens te verdraaien. Ja, het wordt spannend. De zon gaat nu precies horizontaal door mijn beeld. Het is aan wereldberoemd, joh. Ik zat me daar straks al geïnterviewd. Blijkbaar zijn ze les gaan geven over de eclipse in de verschillende steden. Weet je ook van Paaseiland dat Werner toen ook geïnterviewd werd? You enjoyed it, man. Yeah, it was good. Dan moeten we straks nog de groepsfoto doen, zeker, hè? Ja, ja, voor de vlag, hè. Je gaat ook door tot vierde contact. Ja. A lot of protuberanzen. Sounds similar enough to understand. Die een trouwdag vergeten nooit meer. Mensen een hoed. Lijkt wel sugar daddy. En is het gelukt, maar... Overschakelen naar totaliteit is moeilijk. Dat geloof ik. Het zal een korte totaliteit zijn, maar toch mooi in beeld. Dat is het belangrijkste, hè. Dat trouwkoppel dat hier over de dingen. Getrokken als we naar het strand gingen. Het looks like a wedding. It's a wedding. Nog wel 20 minuten volgens mij. Vanaf nu begint de zon terug te dalen. Camera verplaatsen. Totaliteit is voorbij. Het is ongelooflijk snel gegaan. Ja, ja. Zo, de bruid wordt... Dat getrouwd koppel met de televisiecrew er toevallig bij. Kom zo vanavond in het nieuws. Eens kijken of dat ook als drinkbeker te doen is. Dan mag ik eruit laten. Maar dan raak ik het kwijt. Dus dat moet erbij blijven. How many were you? 80. Die groep van 80 man gezien voor een groepfoto, dat was wel indrukwekkend, hè? Die hadden ook een eigen banner aan de tent hangen. Dat moeten we nog doen. Je gaat toch met het juiste t-shirt op de foto straks. De groepfoto moet nog komen. Oeps, tijd voor te... Prachtig, echt waar. Je moet er de aandacht bij houden, want dat benadert buiten beeld. Dat was een goed lunchpakket. Jean-Marie gaat door tot het vierde contact. Ja. Ik ook. Ik ben content. De telefoon heeft mooi zijn ding gedaan. Alleen het eerste gedeelte. Hè? Hoe zoomt hij daar zo in? Hij heeft een 10-maal optische zoom. Ik weet niet of ik die bij mij zie. Eerste contact, kijk. Waarom zat er nog zware apparatuur mee sleuren? Nog altijd aan het filmen. Tot vierde contact. Hè. Maak dus een foto van mij naast mijn camera. En anders pak ik met mijn fototoestel. Dat de uranievlak erop staat. Mijn correcte belichtingstijd deze keer. De camera is nog altijd goed bezig. Met het juiste t-shirt van deze eclipse. Ik ben ook nog aan het filmen tot na vierde contact. Contact is om 3 uur. Dat zou kunnen. Oh nee, 3 uur. Volgens mij gaat het zo lang niet duren. Om 10 uur begonnen, 1,5 uur. Tegen 1 uur duurde contact. Dat klinkt beter. Begin is dat de schotel van de televisieploeg. Venus? Wel, de Jupiter was also visible. Jupiter was... I didn't say Jupiter. Venus. You enjoyed it, man. Yeah, it was good. Very good.
And I think I have good images. We'll make something of it. Solar eclipse chasers. And you have plans for next year? This year, I will go to Brazil. Brazilian team. I met you down there. And the next? United States. We'll go to Mexico. Maybe, depending on the cost. And safety issues. It is not so different from Brazil. But maybe more expensive. My objective is to see the eclipse in the maximum point. Good luck. Thank you. Ik ga nog even naar de schotel zien. Ja, door tot vierde contact. Ja. Mijn vooroordeel wordt bevestigd. Ik ga met die kerel aan die satellietwagen babbelen. Dat blijkt ook een ex-Hollander te zijn. Die satellietwagen stond open. Je kon alle technische panelen zien. De Channel 7-wagen van die blondine die hier rondliep. We gaan voorbij. Hoe laat is het nu? Ik denk dat het op het uur gedaan is. Volgens de dingen zou het 2 na 1 gedaan zijn. Op dat gebied heeft het zo'n pitje weg van Panama. Maar daar hadden ze de hangars van de luchthaven gebruikt. CNN, dat had ik al. Aangezet toch aan de beurt geweest. Dat is nog een afsluitend punt. Het saaiste stuk van de recollect. Vandaar dat er ook al veel mensen vertrekken. Je collect pins. That one's from Geraldton. Above Roadhouse, we stopped at. Oh, that's a nice one. We're going to Tom Price room, we're going to. Those are all given the highways. Anywhere I stay, I pick up a pin. It's a nice collection. I'm trying to buy a new one. We might be able to get a little bit of shopping in Broome. Got them terug verzetten. Oh. Dat is een special combination. En die grote kijker. Hasalfa filter is daar speciaal voor bedoeld. Hè? Nog een kwartier voor vierde contact. Dan is ik toch een 12 voor volgend jaar mee. Ik moet nog inschrijven. Laatste kwartier in tijd. Die heeft niet veel geluk gehad met zijn materiaal. Het vierde contact zal dus ook weer op 4-5 uur zijn. Hè? Have a nice trip back. Oh yes, thank you. You as well. Toen we hier nog hier kwamen, hè, dat waren Nederlanders. Er was verder ook aan iemand aan het praten uit Nederland. Die ook al een behoorlijk ervaren eclipsjager is. Die was ook betrokken bij de eclips in Antarctica. Ik ben een beetje voor totaliteit naar ginder gespurt. Er stond niemand. Ja, maar niet, dan zit je hem verkeerd. Met een hem is dat makkelijker, dan heb je dus de middenrij van de knopen. Dat is beter, hè. Nog 10 minuten. Ze biedt nog één keer de camera verplaatsen. Als we hier staan, werkt dat dus, hè. Vierde contact komt er bijna aan. Dan gaan we de vlag dan meenemen. Tijd om de camera te verzetten. En Channel 7 is walking along. Bijna vierde contact. Ik merk hoeveel gigabyte er nu in totaal. Ze zijn vertrokken met 2 kaartjes van 256 gigabyte. Als ik nog student was, heb ik ooit eens mijn stage gedaan. Die hadden daar een drive van 1 gigabit. Toen dat ik een homecomputer kocht van 64k. Mijn vader filmde met een 8-0 met 16 frames per seconde. Vanaf wanneer is het voor het blote oog nutteloos om er nog meer te nemen? De cinema is gestopt bij 24 en deze is ook een recente camera die filmt in 4k. En wat doet die 4k juist? Meer pixels per frame. Ik zie nog een klein beetje met blote oog, maar het is niet veel. Dat is een speciaal eclipsbril. Die heb ik ooit gekregen van Fred Espenak. Dat is een eclipsguru. Ik zie niks niet meer in de weg. Mijn camera ziet ook niks meer. Dit was de eclips in Australië 2023. Na totaliteit zijn er al veel mensen die vertrekken. Er is nu een korte queue aan de shop. Ik heb mijn spul kunnen kopen. Even zien. Wow. It's the first time I see inside of those trucks. It's quite technical stuff. Offspray. Nest. Man-made. That's a nice one. Smile! Exactly during totality there was falling something out of the sky. Luckily I picked it up for you. Thank you. Ow! Oh,